Orion ging dit weekend op bezoek bij Simplex SSS. De Green Army was in volle getalen opkomende dagen in de meerwaarde om hun ploeg aan te moedigen. Maar Orion speelde de eerste set ijzersterk en overklast SSS met 14-24. Set 2 is vele malen spannender. Beide teams gaan gelijk op, spelen lange en mooie rallies en laten veel aanvalskracht zien. In deze rally probeert Liam McCluskey de buitenkant op te zoeken, wordt via een pancake gered door Ferdy van Dijk. Robin van Weert probeert hard door te halen, wordt verdedigd door Kajsa Lasalo. Krijgt SSS weer een kans, weer naar Robin van Weert. Probeert de handen mee te krijgen, probeert het ook bij de scheidsrechter te reclameren, maar die krijgt de SSS niet mee, scheidsrechter oordeelt geen touché. Later ook deze rally, Kajsa Lasalo serveert hard door. Robin van Weert moet deze bal weer oplossen. Dan is er een kans voor SSS om het af te maken. Lukt niet. Dan gaat de bal bij Orion achterover weer naar Kajsa Lasalo. En dan wordt hij afgeblokkeerd. Robin van Weert pakt hier zijn revanche. En stuurt de bal naar de grond via zijn blok. 27-27 staat het als Robin van Weert weer een kans heeft. Maar wordt verdedigd in het achterveld. Balletje door Tom Koops in het blok geslagen. Wordt nog gered aan de zijkant van het veld. Teruggespeeld, kans voor SSS, via de pipeaanval, weer verdedigd door een middenman, lekker boven Wortelboer. En dan SSS, freeballetje eroverheen, kans Orion, wordt uitgeslagen door Tom Koops, die deze wedstrijd voor het eerst tegen zijn oud-teamgenoten speelde. Niet alleen lange rallies, ook deze prachtige keiharde bal in de lijn. Door Kajsa Lasalo geslagen mag ook de samenvatting halen. En zo gaat Orion naar setpoint. En via een eigen fout van SSS hoeven ze er niet heel veel moeite te doen om 2-0 op het scorebord te krijgen. Set 3, hetzelfde beeld. Het was een verdedigingsspectakel in Barneveld deze zaterdag. Kajsa Lasalo lukt het bij de tweede poging wel. En de man van de wedstrijd maakt het ook nog eens af met een ace op de zijlijn. 3-0 voor Orion.